Goedemorgen. Wacht even een paar tellen. De mensen zien dat ik live ben. Goedemorgen Karin. Leuk dat je er bent. Wacht even een paar tellen totdat er eventueel nog wat mensen erbij komen die mee willen kijken. Hi Monique, leuk dat je weer bent. Gezellig. Heel leuk. Ingrid. Mia. Oh, gezellig. Paula. Ja, het is vandaag ontzettend lekker weer. Hi Wendy. Ik gokte erop dat je Wendy bent in plaats van Peter. Carla. Karin. Chantal. Ook leuk dat je er weer bent. Gezellig. Ik ga zo lekker beginnen en de rest dat volgt wel. En anders is het terug te kijken op Facebook en YouTube. Dus ik ga even... Wendy, ja, dat dacht ik al. Nou ja, er kunnen ook Peters zijn die hobbyën. Dus kan alle kanten op, toch? Mannen, er zijn niet zo heel veel mannen volgens mij. Maar er zijn wel mannen die echt hobbyën. Maar... Dankjewel Carla. Ik ga vandaag in ieder geval met deze stempel van Katselkracht ga ik wat leuks maken. Ik ga vandaag dus een easelkaart maken. En dat ga ik zo lekker laten zien hoe ik hem heb gemaakt. En hopelijk krijgen jullie daar weer een beetje ideeën van. Ik ga dit stencil gebruiken. En dit is de slimline stencil van Dutch Doobadoo, de Groovy Circles. Een heel leuk stencil. Even kijken. En dan de Dark Room Door Rubber Stamps. De Puzzle Pieces. Ik vind het een hele leuke stempel. Want ja, die puzzelstukjes heb je in verschillende maten zitten ze erop. Je hebt een paar losse. Het hoekje en deze. En ook allemaal verschillende afmetingen dus. Maar ik vind de teksten ook zo leuk. Ze zijn wel mooi. Net even wat anders dan gewone andere teksten. Eventually all the pieces fall into place. Dus alle puzzelstukjes vallen op hun plaats. Dus het is soms net weer even anders van dan sterkte te zeggen tegen iemand die het een lastige tijd heeft of dergelijke. Even the hardest puzzles have a solution. Dus zelfs de moeilijkste puzzels hebben een oplossing. Love you to pieces. Dus eigenlijk ook gewoon van nou, ik vind jou ontzettend lief en leuk. En je bent misschien wel een beste vriendin. Dan is dat ook heel erg leuk. Deze is grappig. I don't mean to brag, but I put together a puzzle in one day when the box said 2 to 4 years. Nou, dat is natuurlijk wel een grappige, dat je dus een puzzel in elkaar kunt zetten waar, als de puzzelbox staat van 2 tot 4 jaar. Dus net even een grappige kaart ook. We just fit, dat is ook echt leuk voor iemand, voor je liefde of dergelijke. And you complete me. Dus ik vind het een hele leuke, ik vind echt de toepasselijke teksten net even weer anders dan anders. En dat past natuurlijk zo super leuk bij die puzzelstukjes. Dus goedemorgen. Leuk dat jullie er zijn. Oké, en dan ga ik het schutpapier gebruiken. Ook heel fijn papier, 250 gsm. Het is lekker stevig. En je kunt er ook met van alles op werken. Je kunt er natuurlijk gewoon op tekenen. Maar ik vind hem ook leuk. Ik ga vandaag met de space werken van de Distress. En dat werkt ook prima. Dus dat ga ik lekker doen. Ik leg dit lekker aan de kant. En dan ga ik jullie meenemen in hoe ik die kaart heb gemaakt. Nou, als eerste voor de easelkaart heb ik de basiskaart heb ik alvast gesneden. Dat heb ik ook van het schutpapier gedaan. Het werkt prima. Het is echt stevig genoeg daarvoor. Ik heb hem in de lengte gesneden. Dus dit is gewoon de A4 lengte van de kaart. Dat is 29,7 centimeter. En de breedte die ik heb gesneden is 13. Je kunt hem ook wat breder maken. Je kunt hem ook even wat smaller maken. Maar dat maakt niet veel uit. Daar kun je een beetje mee spelen. Als eerste ga ik in ieder geval deze kaart... Ga ik gewoon door midden vouwen. Of over het midden vouwen. Ik wil even kijken of ik hem recht doe.
Dan heb je dus gewoon zo'n kaart. Maar ik wil dus straks dat die, als je een vouwt, dat die open kan staan. Dus dan pak ik deze helft, die vouw ik nog een keertje doormidden. Naar de vouwlijn in het midden. Gewoon zo. Ik maak hem even wat scherper met mijn vouwbeen. En dan staat hij dus al. Zo, je ziet hem zo. Dat is het eerste gedeelte. Dan heb ik twee kaartjes gesneden. Ook precies in de lengte, dus 29,7 heb ik die eerst even afgesneden. En daarna heb ik ze afgetekend. Zodat hij dus op de kaart straks valt met een randje eromheen. En dit kaartje is 11,8 bij 13,8. En dat heb ik dus twee keer gedaan. Want, ik zal het heel even zo laten zien. Je ziet straks het alles bij elkaar. Als het klaar is, zie je gewoon alles op zijn plek vallen. Deze komt hier te zitten. En dan komt hij hier nog wat anders te zitten. Zodat hij dus kan blijven staan en dus niet wegglijdt. En deze kaart, die komt hierop. En als je hem dus dichtvouwt, zit hij zo. Oh, moet ik hem even een beetje zo doen. En als je hem dus openvouwt, blijft hij dus zo staan. Ik zal hem even opzij draaien. Dan zie je hem dus zo van de zijkant. Maar je gaat het zo zien. Goedemorgen. Deze leg ik aan de kant. Hier ga ik niet veel meer doen dan straks even een randje eraan maken. Maar dat ga ik straks doen. Ik ga in ieder geval eerst met het bewerkelijke gedeelte beginnen. De kaart die dus onderop de kaart komt en de kaart die dus zo bovenop komt. En daar ga ik dus eerst even mijn puzzelstukjes voor gebruiken. Ik leg dit even aan de kant. Ik ga als eerste erop stempelen en ik wil dus op die basiskaart die dus onderop komt, komt het grote puzzelstukje. Je kunt er ook voor kiezen om een kleine te doen of twee kleine, maar ik neem deze grote. En dan hierop neem ik dit lange puzzelstuk, die komt straks hierop. En het hoekje wil ik hier. En dan laat ik de ruimte hier open voor het vogeltje wat ik straks ga gebruiken. Ik probeer tussendoor nog wel even, als er vragen zijn, gewoon even te kijken. Dus af en toe als ik heel even stil ben, dan ben ik even aan het lezen wat er gevraagd wordt of dergelijke. En dan probeer ik het te beantwoorden. Een van de teksten die leg ik vast even aan de kant. Die ga ik straks ook gebruiken. Zo. Als eerste ga ik deze stempelen. Daar gebruik ik mijn stempelplatform voor. Aan deze kant. Van Tim Holtz. Dat is echt een heerlijk stempelplatform. Ik heb stickertjes washi tape om de magneetjes gedaan. Dan kun je ze dus heel makkelijk gewoon oppakken. Want anders dan moet je dus elke keer zo moet je ze oppakken. Dus doe gewoon een stukje washi tape eromheen. Ideaal. En je pikt ze gewoon weer op. Deze leg ik hierin. Even kijken of die goed in beeld is. Dat is wel zo handig. Zo. Ik leg de magneetjes erop. En dan bepaal ik even. Hij moet iets naar beneden zitten. Want straks. Even kijken. Komt hij dus zo te zitten, de kaart. En dan ga ik deze gebruiken als steuntje. Dus ik doe hem iets naar beneden zo. Pak de stempelplatform, pak ik de stempel op. En dan gebruik ik de Verse Van Claire. Die stempel ik. Even de stempel beinkten. Gewoon dicht doen. En ik zie dat hij dus hier nog niet helemaal goed heeft gepakt. Omdat ik daar dus schijnbaar niet genoeg inkt heb gedaan. Ga ik er nog een keertje overheen. Dat is het ideale van een stempelplatform. Mocht je per ongeluk niet genoeg inkt erop hebben gedaan. Dan kun je dus altijd nog weer even eroverheen met de inkt. En dan stempelt hij weer op de juiste plek. Deze is klaar. Die zet ik even hier neer. Dan de volgende. Die stempel moet daar komen. Dus dan moet ik even de magneetjes goed positioneren. Even kijken hoor. Doe ik hem hier op het hoekje.
Deze haal ik eraf. En dan gaat hij weer dicht. Wat ook het stempelplatform heeft. Je hebt een... ik zal het heel even laten zien. Ik haal hem er even uit. Dat kan dus bij deze. Je hebt een rubber stempelkant. Dus als die hier aan de bovenkant rubber leesbaar is, kun je met rubber stempels kun je stempelen. Als je hem omdraait, staat hij hier clear. Dus als ik hem dan zo in mijn apparaat stop, kan ik met clear stempel stempelen. Dat betekent gewoon namelijk dat het opstaande randje wat hier zo zit, bij de rubber stempels is die iets hoger. Bij de clear stempels is die iets lager, zodat de clear stempels goed pakken op je platform. Dus dat is ook heel handig. Zo. Ik ga gewoon lekker deze even ook met mijn VersaFine Clair doen. En dan druk ik hem af. Gewoon even erop drukken. En is die niet goed, kan het altijd nog terug. Maar ik vind hem zo goed. Dus ook dit haal ik er gewoon weer af. De stempels, die maak ik straks even schoon. Zo, die leg ik aan de kant. Deze eraf. En die ook weer aan de kant. Zo. Dan ga ik wel heel even met mijn heat tool even de inkt een beetje drogen. Want ik wil zo nog eroverheen. Goedemorgen Hella. Hallo Jolanda. Henna. Leuk. Gezellig. Het is zo'n ontzettend lekker weer buiten. Dus misschien later nog even een lekkere wandeling maken. In het zonnetje. Lekker genieten zo. Oké. Okay. Nou wil ik dus de achtergrond wil ik dus alvast wil ik bewerken. En daarvoor gebruik ik de masking tape van Craft Emotions. Het komt op een rolletje. Het is echt ideaal. Want... als je dus de masking tape wilt gebruiken, dan pak je dus de masking tape. Je beinkt je stempel. Even kijken, iets hoger. Zo. Moet wel goed in zicht zijn. Dan stempel je dus de afdruk op de masking tape. Zo. En dan knip je hem dus uit. Dat is wel even een priegelwerkje, omdat er heel veel kleine inhammertjes zitten. Maar ik pak altijd een velletje plastic. Dat gaat bij in mijn stempelsetje. En ik kan dat meerdere malen gebruiken. Het is niet eindeloos gebruiken, maar je kunt het meerdere malen gebruiken. Dus dan kun je zien, deze heb ik al gebruikt. En die plak ik dan gewoon weer terug op het velletje plastic. Zodat ik hem later nog gewoon weer kan pakken. En nu ga ik... deze weer pakken. En dan moet ik even kijken. Dan plak ik hem gewoon hierop. Op het stuk wat ik dus niet wil. Dat waar de inkt komt. Zo, even goed aandrukken. Even kijken. Deze ook. Die plakken we hierop. Heel even goed kijken. Of ik hem goed recht doe. Want ik wil wel dat hij helemaal bedekt wordt. Zo. En dan deze lange. Er zitten twee, de stempeltjes zijn verschillend. Dus ik moet hem even omdraaien. En dan pak ik deze kant. En die plak ik er ook gewoon overheen. En nu kun je er dus gewoon overheen stempelen. Met inkt eroverheen. Je kunt er dus van alles doen. En de afdruk die dus op de kaart zit, die blijft dus gewoon mooi wit. Voor als je hem later wil bewerken of anders. En nou ga ik lekker even sprayen met de Distress Oxides. En daar pak ik even mijn spraybox voor. Ik even dit in het beeld. Hij is lekker al helemaal gekleurd. Ik leg ze erin. Zo, even kijken of ik ze... zo. Nou, dat is goed te zien, zo te zien. Dan heb ik de oxidespray. Ik schud ze allebei eerst even.
Zodat het chalk wie erin zit even goed verdeeld is. En dan... Zo. Heel even het dopje schoonmaken. Er komt nog wel eens wat chalk tussendoor. Zo. En dan deze. En dan ga ik lekker sprayen. Ik pak eerst deze. Ik heb de Worn Lipstick gebruikt. Die gebruik ik vandaag. Gewoon lekker. En de Twisted Citron. En die spreek ik er gewoon overheen. Even een beetje zo. De dopjes er even weer op. Nou, je kunt dit gewoon zo laten drogen. Je kunt er ook overheen gaan met een doekje dat te opleggen. Dan haal je nog weer een beetje inkt eraf. Dan wordt hij nog weer wat lichter. Ik ga het even zo proberen. Ik ga hem gewoon even drogen. Dus heel even met mijn föhn eroverheen. Zodat hij goed droog is. Hij krult op, maar dat komt straks allemaal goed als je hem weer op de kaart plakt. Dat is geen probleem. En je kunt ook gewoon de inkt eventueel aanbrengen met een blending tool. Even kijken. Deze is aardig droog. Pak ik die. Het droogt aardig snel. Zo. Dat is het meest saai om naar te kijken even. Maar dit... Ik had wel wat voorbereid. Maar dit had ik dus even niet gedaan. Zo. Nog gaat de doos weer aan de kant. Zo. Nou laat ik dus deze stikketjes laat ik er nog even op zitten. Want ik wil dus hier overheen nog met mijn stencil. Om dus nog even wat structuur aan te brengen op de achtergrond. En daarvoor pak ik mijn blending tool. Er zit hier nog wat spray op. Dus ik spray dan iets op mijn... acrylblokje, zodat er hier wat distress oxide spray op zit. En dat kan in beide kleuren. Je kunt ook de Twisted Citron gebruiken of een andere kleur die je wilt. Ik leg mijn stencil er even kijken, bloop, zo overheen. Net aan het randje. Nou, hier zit als het goed is. Even kijken. Nee, er zit niet meer genoeg op. Ik ga het toch doen. Even. Zo, een spreetje erop. Er ligt iets op. En dan pak ik even wat op met mijn blending tool. En dan ga ik hier overheen. Ik ga als een soort dabber. Ga ik er overheen. En dan creëer je dus net even een achtergrondje met wat extra figuurtjes erop. Ik zal eens even kijken. Niet te donker, niet te licht. Hij hoeft niet helemaal bedekt te zijn. Dit trekt zo nog wel een beetje bij. En hier komt trouwens ook de tekst te staan straks. Dus dat is ook geen punt. Ik pak deze ook even. Ook gewoon zo even erover. Dit stencil, dat is van dat is de Groovy Circles van Dutch Doobadoo. Ja, van Dutch Doobadoo. Ik zei Darkroom Door, Dutch Doobadoo. Ik was even... afgeleid. Zo. En dit heeft dit is een set die heeft twee stencils erin zitten. Ik zal ze dadelijk nog heel even die andere laten zien. Dus ook een hele leuke. Dat zijn de Groovy Circles. En allebei wel heel grappig. Beetje ja, een beetje 60's eigenlijk. Nog even een beetje meer inkt pakken, vind ik.
En dan leg ik hem even weer er goed op. Zo. Hij mag wel iets meer zichtbaar zijn. Zo. Zo. Ik denk dat hij zo... Ja, zo kun je hem goed zien. Ik zal het andere stencil ook even pakken. Dan kun je hem zien. Set van 2. Deze stencils komen altijd in sets van 2. Deze is ook heel mooi. Heel fijntjes. En ja, kun je ook heel erg leuk gebruiken voor allerlei projecten. Nou, pak ik weer heel even mijn föhn. Dus echt een paar tellen. Want ik wil even dat die bovenlaag ook goed droog is. Voordat ik verder ga. Even eroverheen. Met het fijne en met deze fijne heat tool. Nou ga ik dus deze eraf halen. En ik plak het gewoon weer terug in mijn mapje voor een volgende keer. Zolang het nog plakt, kun je hem gebruiken. En zo zie je dat dit nog mooi wit is. Zodat je hem eventueel kunt inkleuren. Dit gaat ook weer hierheen. Ja, hele mooie stencils. Zo is die toch heel fijntjes. Het is geen heftige achtergrond. Maar je ziet, de rest zie je straks wel. Even kijken. Nou heb ik dus... dit puzzelstukje heb ik nog een keertje afgedrukt op een restje papier. En ook uitgeknipt helemaal. Want die komt straks... Even omdraaien. Hier bovenop te zitten. Want dat wordt dus het steuntje voor de rest van de kaart. En het inkleuren, want ik wilde deze dus gewoon even inkleuren. Dan ga ik het inkleuren even op deze laten zien. En daar heb ik gebruikt de kleurtjes van de Derwent Intense. En daar heb ik gekozen voor de geel, oranje en rood. De hele fijne potloden zijn dit. De Intense gebruik je met de waterbrush. Deze is waterreactief. Dus als ik hem in heb gekleurd, dan kun je zo zien. Dan kun je hem activeren met het water. En dat ga ik even gewoon met dit puzzelstukje laten zien. Hoe het eruit ziet. En dan... Gewoon heel, je houdt het potlood hou je gewoon lekker schuin. Je gaat niet zo tekenen, want dan krijg je dus echt hele dikke krassen. En dat is niet prettig om het uit te blenden straks. Als je wilt beginnen met inkleuren eigenlijk, vind ik dit hele fijne potloden. Want je kunt hier niet zo heel erg mis mee gaan. En het is echt gewoon oefenen. Als je wilt oefenen met inkleuren en je zegt ik vind het nog lastig, zou ik zeggen... Pak een paar simpele stempeltjes. Dus geen hele drukke stempels. Maar gewoon iets simpels. Of cirkeltjes of dergelijke. En dan ga je gewoon even inkleuren. Dus het potlood houdt je schuin. Je gaat er gewoon heel lichtjes over. Ik zal even kijken of ik het kan laten zien hoe het er nu uitziet. Je ziet nu dat het toch nog... Je ziet nog witte stukjes. Maar dat verdwijnt straks gewoon. Dan ga ik naar de iets donkerdere kleur, de oranje. Dan ga ik een beetje schaduw aanbrengen. Het fijne van deze stempel is, die geeft eigenlijk hier een beetje de schaduw aan door die stippeltjes. Dus daar ga ik gewoon een beetje, ook schuin. Ik hou het potlood gewoon schuin. Ik oefen bijna geen druk uit. Zo. Wel heel lichtjes eroverheen. Dan ga ik langs de randjes. De ene stukje geef ik wat meer schaduw. Ik doe het nu even snel. Ik ga later nog een video plaatsen van hoe ik het vogeltje in heb gekleurd. Dat, wat er opkomt. Maar dat is altijd wat meer werk. Dus kijk, met de rode ga ik nu echt langs, alleen maar langs de randjes een beetje. Druk ook niet hard, gewoon een heel klein beetje. Inkt, of in ieder geval
met het potlood gewoon een heel klein beetje het randje aangeven. Want je zult straks zien dat hetgene wat nu op de kaart zit al heel goed een afgifte heeft. Oh, dank je Pedi. Ook veel plezier. Geniet lekker van het mooie weer. Dan pak ik even mijn acrylblokje. Doe ik een beetje water op. En mijn waterbrush. En dan pak ik hier even wat water op. Vind ik makkelijker. Pak ik eerst het lichte gedeelte. Gewoon heel snel. Ik maak eerst even het lichte gedeelte helemaal zo vochtig. En je ziet gelijk dat het echt een hele mooie felle kleur heeft. Dan ga ik naar het donkere gedeelte toe. En dan pak ik de randjes rustig mee. En het is echt als je heerlijk bezig bent met kleuren. Als je dan wat meerdere stempelafdrukjes, dan heb je het echt zo te pakken. Hoe het moet. En dat is het fijne, want met die Intense potloden kun je echt heel goed oefenen met blenden, vind ik. Want het leuke hiervan is, dat is wat anders als je met alcoholmarkers werkt. Dat is ook echt een oefening natuurlijk. Ook heel leuk om te doen, maar je kunt zien, dit is echt heel makkelijk blenden. Want zo ben ik al bezig met blenden. En mocht het opgedroogd zijn, zoals hier nu, of zo goed als, kun je altijd weer met inkt eroverheen. Dan ga je even heel rustig, zorg je dat het weer nat wordt. En dan blend je hem rustig in. Dus echt heel leuk om met deze potloden te oefenen. En ze zijn ontzettend fijn. Een hele mooie kleurafgave hebben ze. Zo, ik maak hem heel even af. En dan, ik heb de rest heb ik al voorbereid. Dus ik ga je niet de hele tijd kleuren. Want het, dan ben ik echt nog wel een half uur bezig. Terwijl ik dat vind ik heerlijk hoor. Maar ik ga hem zo dichter bij de camera laten zien. Ja. Kijk eens. Dit was even snel, maar je kunt nu zien hoe die ingekleurd is en dat die ook een beetje de schaduw heeft. Die witte randjes die je daar nu hebt, die kan ik ook nog gewoon wegwerken door eventueel gewoon even zo te doen. Dan valt het helemaal weg. Daar zie je niet zoveel meer van. Zo. Dus dat was even snel het inkleuren. Daar maak ik nog even apart een video over. Dan gaan we hierheen. De basiskaart heb ik dus. En dan heb ik... Deze twee had ik al ingekleurd. En dus het losse puzzelstukje heb ik ook ingekleurd. Dus daar kan ik gewoon zo de kaart mee op gaan bouwen. Heel even aan de kant. Want ik ga even nog de basiskaart dus de randjes even doen. Daar pak ik mijn craft sheet voor. En dit blending tool heb ik nog hier liggen met de worn lipstick. Ook kun je gewoon daar die andere kleur. En ik ga gewoon op de craft sheet zo langs het randje. Heel voorzichtig gewoon. Er hoeft niet veel op. Gewoon echt een heel klein stukje eroverheen laten draaien. En het mooie met het craft sheet is, hier blijft een beetje inkt op liggen. Dus ik pak elke keer weer een beetje de inkt op. Dat dan aan het randje komt te zitten. En je zult dadelijk zien als de kaarten op de basiskaart liggen. Dat het randje gewoon net even een klein beetje extra geeft. De voorkant doe ik ook. Gewoon zo eroverheen. Oh, dank jullie wel. Ja, Monique, het kleuren dat is echt gewoon... Wat ik zei, eigenlijk moet je gewoon, als je wilt oefenen met kleuren, zijn ja, die Intense potloden echt heel fijn. Want je kunt er ontzettend goed mee blenden. Ben je een stukje vergeten, ga je weer terug erop. Maak je hem weer vochtig. En dan ga je het gewoon weer opnieuw proberen. En het is echt gewoon een kwestie van met simpele figuurtjes beginnen met oefenen. Met cirkeltjes, noem maar op. En dan kun je echt heel mooi in blenden. En als je dat een beetje in de hand hebt, dan gaat het inkleuren van stempels ook echt een stuk makkelijker.
Die kan weer aan de kant. Ook heel fijn het craft sheet in gebruik. Alle producten die ik vandaag trouwens gebruik, die zijn te koop bij Leuk Stempels. De link staat in de bovenin bij de video. Moest even denken. Nou, ik had deze dus al voorbereid. En deze komt hier op te liggen. Even kijken. Dan ga ik de toch even met de lijm doen. Je kunt hem ook eventueel met foam tape doen. Maar ik ga hem toch met de lijm doen als dat uitkomt. Ja. Even zo. Die komt hier op de binnenkant te liggen. Even kijken of die een beetje gecentreerd is. Ja. Zo. Dus die komt straks zo te zitten. En je ziet er het randje net even dat extra geeft. Deze die kun je dus gebruiken met de foam dots. Maar je kunt ook heel goed de tape gebruiken. De 3D of de foam tape. Altijd ideaal. En ik plak hem nog niet op. Ik ben al te snel. Ik moet eerst even de voorkanten opplakken. Nou, als je de voorkanten opplakt, wil je dus niet alles. Of wil je hem dus niet helemaal opplakken met de lijm. Want hij moet kunnen staan. Dus dan moet dit dus kunnen omhoog kunnen komen. Zo. Dus dan doe ik altijd even, kijk ik even zo hoe die ongeveer zit. Ik pak hem even op, draai hem om en dan weet ik dat deze kant, je kunt ook even iets erop leggen zo. Die kant moet gelijmd worden. Zo. Dank jullie wel. Even kijken. Dan plak ik hem hier op. Even kijken of die goed in het midden zit. Een beetje. Ja, hij zit recht. Zo goed als, hè? Normaal hang ik erboven als ik ga plakken. Dus dat. Zo. En nu zie je dus dat hij dus open kan. En dan komt dus deze, dit puzzelstukje komt dus hierop. En dan moet ik even kijken, want deze is ook weer, als ik hem dus zo doe, dan komt hij niet overeen met het puzzelstukje eronder. Dus ik moet hem echt op de juiste manier erop plakken. En dan plak ik hem er gewoon op. En waarom heb ik hem op de basiskaart ook gekleurd en dan dit stempelafdrukje ook? Dat als je dus, even kijken of ik het zo kan laten zien. Als je dus zo kijkt, wat dus lastig is te laten zien op Facebook, op internet, dat je dus niet tegen een wit vlak aankijkt. En ik vind het leuk, want als je dan zo kijkt, dan lijkt het net alsof die toch echt nog wat extra 3D is. Dan creëer je net even wat extra diepte als je de stempelafbeelding daaronder ook nog kleurt. Je ziet er niet zo heel veel van terug, maar toch, ondanks dat. En dan kan die dus zo staan. Dan heb je dus een easelkaart. Als ik hem zo laat zien, dan staat hij dus hier zo tegenaan. Zo. Nou heb ik dus nog een vogeltje. Dat vogeltje van Castlecraft heb ik dus ingekleurd. Deze. Die heb ik ingekleurd en helemaal uitgeknipt. En die ga ik hier opplakken. Ik houd hem vandaag lekker in het geel met oranje. En ook daarvan, ik ga nog een video plaatsen later vanmiddag. Met het inkleuren van het vogeltje. Ga ik gewoon heel rustig even laten zien hoe je hem in kunt kleuren. En ook met het blenden. En ook deze zal ik even iets dichterbij houden. Je kunt zien dat hij dus hier ook echt een beetje de kleurtjes allemaal er tussendoor heeft zitten. En dat is met de inktanks gedaan. En daarna ben ik daar ook nog overheen gegaan met de Polychromos.
Die kun je namelijk ook heel goed nog hierop gebruiken. Ik zal het heel even laten zien. Dat werkt heel goed. Als de intens goed opgedroogd is, kun je dus hier ook heel fijn schaduw nog mee aanbrengen. Als je wilt. Ik zal even één klein stukje doen. Gewoon heel lichtjes. Je hoeft nooit, de polychromos heeft hele mooie kleurafgave, ook net als de intens. En je hoeft helemaal niet hard te drukken. Want als je juist hard drukt, wordt het heel lastig om dus alles mooi in elkaar over te laten lopen. Maar zo creëer je wel een beetje diepte in je stempels. Zo zie je het dus zo. Ook dan kun je nog weer de Cadence Blending Solution gebruiken. Met zo'n dingetje, met de doezelaar. Dat ga ik dus in dat video even laten zien hoe dat dus gaat met deze vogel. En ook echt een hele mooie samenwerking van die potloden met elkaar. De Inktense en de Polychromos. Dat zijn wel ook mijn favorieten. Dus zo. De vogel ga ik lekker met de foamtape gebruiken. En dan gebruik ik mijn haberdashery snip voor. Even knippen. Heel fijn, want hier blijft weinig tape of lijm van de tape aan zitten. Dus ik vind het altijd een heel fijn schaartje om de tape mee te knippen. En dan gaan we gewoon lekker zo stukjes erop doen. Even iets kleiner nog. Je kunt hier ook de foam dots voor gebruiken, maar ik vind deze heel fijn. Hallo Ine. Oh, je kunt straks gewoon terugkijken, joh. En hij komt van de week ook op YouTube te staan. Dus ik ben net bezig met het laatste stukje. Dus je kunt lekker terugkijken op je eigen tempo. Zo. En die plak ik gewoon hierop. Wil je hem nou niet, de vogel, niet helemaal zo langs de randjes uitknippen. Je kunt ook gewoon het randje wit eromheen laten. Dat is echt helemaal geen punt. Deze vogel van Katselkraft. Hij is echt heel grappig. Die oogjes zijn ook zo lekker gek. Zo. En dit is eigenlijk al de kaart. Dan is die eigenlijk al klaar. Even kijken hoe die eruit ziet als jullie hem zo zien. Dan zie je dus dat hij rechtop kan staan. Ik zal hem even iets kantelen. Zo ziet hij er van voor uit. En zo ziet hij eruit als je van de zijkant kijkt. Even een paar tellen wachten, kan ik het ook zien. Zo. En je vouwt hem gewoon weer in. En hij past in een enveloppe. Dan heb je toch net even een soort interactieve kaart. Ik vind hem, ezelkaart zijn heel erg leuk om te maken. Heel simpel. Hou gewoon de principe aan. Van wat ik in het begin van het filmpje zei. Van hoe je dit gaat vouwen. En dan de kaarten weer erop gaan. En dit is ook heel belangrijk. Dat je dus een steuntje creëert. Met een stempeltje. Of iets wat je uit hebt geknipt. Dat dus iets hoger is. Waar deze kaart achter staat. Zo. En dat was het eigenlijk alweer. Ik ben alweer klaar. De video voor het inkleuren, die komt vanmiddag er ook op te staan. Ik ga dat nog even melden in de groep. Die ga ik daarin linken. En dan ga ik even heel rustig uitleggen hoe je dus die vogel in kunt kleuren. En wat ik gebruik. En dan hoe je dat het makkelijkst kunt doen. Dus als je het een beetje lastig vindt om in te kleuren. Dan zou ik gewoon heel even kijken en probeer het gewoon even. Oh, dankjewel. Ja, ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen. In ieder geval dat je een beetje... kom ik op terug in het filmpje voor de kleuren straks. Ik wens jullie ontzettend fijne zondag. Geniet lekker van de zon, want het is echt ontzettend lekker weer. En... maakt niet uit, de video komt straks op Facebook, kun je nog terugkijken. Op YouTube is die terug te kijken later. De producten die ik heb gebruikt staan in de link bij de video.
Dus daar kun je op de pagina van Leuke Stempels kun je dus alles vinden wat ik heb gebruikt. En ik hoop jullie de volgende keer weer te kunnen zien. Fijne dag. Dag.